Ik ben Marijn Varrelaar. Ik doe opleiding Verspanen bij Curio. Mijn praktijk wordt gegeven op school in Oudenbosch. En ik werk zelf ook in Oudenbosch bij Timmermans. En dat wisselt ongeveer na een paar weken af om evenveel te werken als op school te zitten. Ik ben Pascal van Emmerik. We zijn hier bij Timmermans Verspaningstechniek. We zijn eigenlijk een allround metaalbedrijf in de verspaning. Grote werkstukken, kleine werkstukken. Verspaning is eigenlijk een verzamelnaam voor draaien, frezen, slijpen, kotteren. Een stuk materiaal en daar iets van afhalen door middel van de verspaningen. Er staan hier de grootste machines. Ik denk dat dat wel een van de grootste van Nederland zijn. Wel gaaf. Het is niet dat je alledaags de kans hebt om achter zo'n machine te staan natuurlijk. De ene keer is het een CNC-bank bijhouden, de andere keer moet ik dit en dit conventioneel gaan draaien. Conventioneel is volledig op de hand bestuurd, zeg maar. Bij een CNC-machine is het, je programmeert het en dan gaat de machine het voor je doen. Om de paar jaar dan krijgen we inderdaad een aantal nieuwe jongens binnen en die komen dan om het vak te leren. En dan zijn ze een aantal weken hier. Dan proberen wij ze te begeleiden, een beetje te leren hoe het allemaal in elkaar steekt. Dan zijn ze weer een paar weken op school en zo langzaamaan gaan ze het vak leren. Ik heb deze week eigenlijk nog best wel veel bijgeleerd en vorige week. Ik mocht bij de CNC-freesbank een beetje de basis gewoon een beetje gaan leren, zeg maar. Gewoon kleine programma's schrijven, een beetje uitklokken en dat soort dingen. Ja, dat ik dan iedere dag een klein beetje meer uitleg. En dat ik dan nu eigenlijk een beetje op de achtergrond sta te kijken over zijn schouder mee. En dat hij dan bijna zelf die machine een werkstuk erop legt en klokt. Dan heb ik zoiets van, ja, dat werpt zijn vruchten af. Ja, ik vond dat wel leuk, want dat is eigenlijk gewoon mijn doel om hier mee te beginnen, zeg maar. Dat is gewoon, daar ben ik heel blij mee. Ik hoop dat ik nog een paar jaar hier door mag gaan op deze manier, want het gaat alleen maar met stappen vooruit. En dan mijn vaders bedrijf over een paar jaar over te kunnen nemen. Ik ben zelf ook als jongen hier komen werken. De mogelijkheden zijn er bij Timmermans volop om door te kunnen groeien.